Dick, wederom geen overwinning. Jullie gaan als hekkensluiter de winterstop in. Hoeveel waarde hecht je daaraan? De ranglijst? Ja, dat is erg vervelend. Als je competitief bent ingesteld, dan sta je daar natuurlijk liever niet. Alleen, ja, ik sta daar nu liever dan dat ik aan het eind van de competitie sta. Het maakt mij eigenlijk extra strijdbaar. We hebben een waardeloze seizoen zelfs achter de rug. Maar we moeten toch door. En dat gaan we doen ook. Als ik dan een beetje kijk in de wedstrijden en ik denk van, misschien nog een aanvaller erbij. Of iets aanvallend. Maar dat is best lastig als ik naar jullie bank kijk. Ja, dat loopt niet over van aanvallers. Maar goed, dat hebben we toch geprobeerd. Hè. We hebben Afdijay erbij gezet. En Ben Scholten, een jonge jongen, is ook een aanvaller. We hebben Sekou erbij gezet, Sidi B. Dus ik denk dat we alles gegeven hebben wat we hebben. Alleen dat heeft niet genoeg mogen zijn. Ik kan me wel voorstellen, als je naar delen van de wedstrijd kijkt, dat je over sommige dingen wel tevreden bent. Wat zijn die dingen? We houden het eerste kwartier, denk ik, dat we een prima eerste helft spelen. We maken twee geweldige doelpunten. We komen achter en zijn toch in staat om te reageren. Dus weet je, dat was allemaal prima. In de kleedkamer neem je een aantal dingen door. Maar dan komen we de kleedkamer uit. Ja, en dat is wel interessant. Hè? Dan lijkt het wel alsof we die voorsprong willen verdedigen. Terwijl ik ze heb gevraagd om gewoon vooruit te blijven voetballen. Dat doen we niet. Dan wordt het 2-2. En dan draait het spel zich weer om in mijn beleving. Gaat Utrecht een beetje op twee gedachten hinken. Wij gaan weer vooruit spelen. Wordt een opener wedstrijd. En dan wordt het 3-2. Ja, en dan schudden we alles van ons af en gaat Utrecht alleen maar terug. Ja, best gek om dingen te verklaren. Alleen ja, wat je zegt, ik heb ook best wel veel goede dingen gezien. Alleen als je iedere keer aan de verkeerde kant van de score zit, ja, is dat wel heel vervelend. Kan je daar dan niet heel pissig om worden als je duidelijk aangeeft van ik wil niet dat we die 2-1 gaan verdedigen. Ik wil niet dat we twee verschillende dingen gaan doen. En het gebeurt wel. Kan je daar dan niet heel pissig om worden? Nee, weet je, het is niet onwil. Het is natuurlijk ook, je hebt ook een tegenstander. En Utrecht heeft in de kleedkamer ook dingen besproken. En die hebben goede spelers. Die schroefden het tempo omhoog. Ja, daar hadden wij ook moeite mee. Dus dan probeer je te overleven. Dat hebben we denk ik een tijdje gedaan. Ja, maar als je ziet hoe wij de goals tegenkrijgen, ja, dat is wel een beetje exemplarisch voor de eerste seizoen zelf. Hè? Dat we gewoon niet dekken, veel te veel naar de bal kijken in plaats van de man. Ja, en dan krijg je dus momenten in de wedstrijd dat de wedstrijd bij je vandaan loopt. Ja, dat mag niet gebeuren. Nee. Vond je het een verdiende overwinning voor Utrecht? Ja, moeilijk in te schatten. Ik denk, als je naar de kansenverhouding kijkt, dat die wel redelijk in evenwicht was. Alhoewel zij wel een hele grote kans kregen nog na de 1-1, dacht ik. Maar weet je, ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg. En of die nou verdiend is of onverdiend. We hadden dat puntje, in ieder geval dat ene puntje keihard nodig. We hadden gehoopt op een overwinning. Maar ja, weet je, we hebben wel alles gegeven wat we hebben. En hebben te veel dezelfde fouten gemaakt, ook in deze wedstrijd. Waardoor we geen punten hebben kunnen halen. Nog even over die goal van Araujo. Ik zag die plek waar die vrije trap genomen mocht worden. Ik dacht, nou, die claimt Anko sowieso. Ja, Ricardo kan het natuurlijk heel goed. Ricardo kan dat ook. Ja. Ik wist niet dat Araujo dat kon. Nee, maar ik zal je zeggen, ik ook niet. Maar hij stond daar zoveel overtuiging. En ja, blijkbaar is hij dan ook zo overtuigend naar zijn medespelers dat die er ook in gingen geloven. Ja, en als je dan zo een bal binnenschiet. Ja, hij zat er wel aardig in, hoor. Ja, hij zat er heel aardig in. Maar doet hij dit ook nooit op de training? Nee, hij oefent daar nooit op. Maar ja, blijkbaar had hij het goede gevoel. En ja, heerlijk. Ik neem aan dat je nu wel zegt dat hij ze ook al vaker mag nemen, toch? Richard Moes, die gaat over de spelervattingen. Maar ik zal zeker tegen Richard zeggen dat hij erop kan. Ja, want als de hoofdtrainer wat zegt, dan wordt er wel naar geluisterd, toch? Ja, dat hoop ik toch wel. Ja. En nu met de kerstdagen, hoe werkt het dan voor jou? Kun je gewoon ontspannen en het wel echt even naast je neerleggen? Of ga je echt puzzelen en bezig zijn? Ja, beide. Maar je moet het ook even naast je neerleggen. Je moet ook even rust hebben in je hoofd. Even genieten van de familie om je heen. Maar dat we in een lastige situatie zitten, ja, dat mag je ook nooit onberoerd laten. Dus ik moet daar iedere dag, misschien met een beetje rust van een aantal dagen, maar veel over nadenken. Maar het maakt me ook heel strijdbaar. We moeten vooruit. We zitten nu hier waar we zijn. Maar er zitten meer ploegen nog in de hoek waar de klappen zijn gevallen. Dus wij moeten door. En ik heb nog steeds geloof in de mannen die er zijn. Ja, nou is het natuurlijk vaker gegaan over dat er eigenlijk gewoon dat het hier hartstikke rustig is. Dat het helemaal niet gaat over of jij wel of niet de man bent die dit met Emmen moet gaan doen. Voel je die rust gewoon zelf constant? Of is er ook wel eens een moment op de dag dat je denkt, misschien toch niet?
Nee, maar ik heb vertrouwen in wat we doen met Zalië. En nogmaals, dat levert nu te weinig punten op. Maar dat houdt me vooral bezig. Dat spelidee moet beter, het ingrijpen moet beter, het verdedigen moet beter. En al die wedstrijden geven mij ook, hoe gek ook, hè, al die wedstrijden geven mij ook wel het geloof dat het kan. Omdat we er best wel heel vaak dichtbij zijn. Ja, nu zit dat allemaal tegen. Dat kun je niet alleen maar aan pech en geluk wijten. Dat zit ook gewoon in doen en kwaliteit. Maar ik denk dat we die kunnen verbeteren. En daar gaan jullie voor. Daar gaan we voor. Fijne dag. Jullie ook.